Die ene reekmelder die het ophangen wordt, maar die lijkt nog steeds in het kastje. Dus ach ja, we weten dat het belangrijk is, maar hij hing het nog net aan het plafond. En met dit soort aanwezigheden en even het gesprek met mensen moet je een kistmeester toch op wezen van ja, dag het duurt nog, hing je hem op. Daar komt bij dat de reekmelder per 1 juli van dit jaar verplicht wordt in elke woning. En dat is net om een nacht, want reekmelders redden echt levens. Op het moment dat we lezen te sliepen, dus in ons huis, dan roeken we niks meer. En dat is dus de reekmelder het enige instrument is maar wat dus waskouwt als er dus inderdaad iets bad, als er brand is in ons huis, dat is op die het waskouwen is. Het jouwt die gewoon in eerste instantie tiert om veilig vluchten te kennen. Dus op het moment dat je reekmelder hast, ja, dan wist af te let wekker, in het ergste geval wist nooit meer wekker. En als de cijfers zo blauwen als ze nou binnen, dan is er nog een heel soort in de uitvering te winnen. 75% van de Nederlanders had wel een reekmelder. Dus dat is op zich is dat heel positief en dat is hartstikke mooi. Alleen nog hadden we dus even verder ziekje. Dan bleek dus eigenlijk van die 75% had eigenlijk maar 34% een werkende reekmelder en ik op het juiste plak hing in. Dus dan is er nog een heel gros eigenlijk wat dus nog een reekmelder op het plafond had, wat eigenlijk net werkt. Of misschien net niet goed hing het. Hoe vaak gaat dat nog mis? Ja, eigenlijk elke brand die het bad is, is niet één brand te vallen. Dus zo simpel is het. En ja, als ik dan naar de cijfers had, wie in Friesland zeggen, ja, dan rukken we voor woningbrand toch wel meer dan 200 keer per jaar uit voor een woningbrand. En dat is, ja, dat ben 200 te vallen. Zo simpel is het.